toen ik bij die krant politiek in mocht. En ik ontdekte dat toen ik in het parlement kwam, dat die tegenstellingen die er waren tussen links en rechts, de polarisatie was best wel groot. En dat je daar dus tussendoor moest zien te schipperen. Want Joop den Uyl in die tijd, wie weet nog wie het is, maar zoek hem op Wikipedia. Dat was een interessante man om naar te kijken. En ook om te volgen en om naar te luisteren. En ook wat hij voor idealen had als PvdA-voorman. En later kwam Ruud Lubbers, die weer op een andere manier naar al deze normen en waarden keek. Nou, en al die combinaties, die hebben mij gefascineerd. En ook om te zien hoe mensen daarmee omgingen en hoe ze het fenomeen macht hanteerden. Nou, en dat heb ik gelukkig op een bepaalde manier altijd mogen kunnen fotograferen door er op mijn manier een draai aan te geven of op mijn manier naar te kijken. Maar ik kreeg ook het podium, namelijk de NRC, om het te publiceren. Er zijn natuurlijk allerlei stijlen in de fotografie, in de Nederlandse fotografie met name, waarbij de lelijkheid wordt opgezocht. Maar ik denk dan, ja, wie doe je daar een plezier mee? Ik hou zelf niet van het maken van een lelijke foto, dus de fotograaf doe ik daar dan geen plezier mee, ikzelf. Degene die erop staat, die in een lelijkheid of met plat ligt of wat dan ook, doe je er geen plezier mee. De lezer van het blad doe je er geen plezier mee, want die krijgt ook op zaterdagochtend een onsmakelijke foto voor zijn neus. Ik snap wel dat het een soort van leuke provocatie kan zijn of zo, maar als stijlfiguur of als stijl zoek ik liever de schoonheid op, want als maker, kunstenaar, ik zie mezelf meer als maker dan als kunstenaar, vind ik mijn taak om de wereld altijd net iets mooier te maken dan dat die is, want er is al genoeg narigheid, dus dan kun je maar beter daar waar je kan de esthetiek vinden en dan het liefst de esthetiek van de schoonheid en niet de esthetiek van de lelijkheid. Ja, mensen willen alles regisseren en ook in een democratie wil men graag regisseren. Alles wat naar buiten komt is geregisseerd vaak. Alles heeft een voorlichter erbij. En ik denk dat dat de kunst is om dat steeds, en dat zie je ook aan Joris bijvoorbeeld, zie je ook bij Marlijn, dat je probeert even die mensen opzij te duwen en te zeggen, jij bent voor mij een moment. Ik denk dat dat de kunst is. Wat mij charmeert aan deze foto is dat je op dat moment de machtigste vrouw van Europa hebt. Die een beetje ongemakkelijk zit en zit echt te wachten van wat gebeurt hier? Wat gaat hier gebeuren? En daarmee valt er eigenlijk een masker van haar af. Namelijk dat masker van de Iron Lady wat zij had en voor zichzelf had geregeld. Dat is er eigenlijk niet. Het is een beetje ongemakkelijk. En wat de ongemakkelijkheid in de foto vergroot, of de kwetsbaarheid eigenlijk van die foto is, en wat ik dus ook meteen de kracht vind, is dat ook de lamp achter het hoofd van Thatcher zit net niet helemaal lekker in het beeld. Dat zou je volgens de regelen der kunst ook iets meer moeten schuiven. Ofwel de lamp, ofwel het kader, afhankelijk van wat je ethiek is. Maar juist dat die ongemakkelijkheid en die kwetsbaarheid die daar ontstaat, vind ik heel groot in deze foto. Want dit overstijgt zeg maar het statieportret, want dit is eigenlijk het omgekeerde van een statieportret. Dus een beetje het demaske van de macht is misschien wat overtrokken, maar in elk geval de kwetsbaarheid van de mensen met macht. En dat vind ik heel mooi om te zien. Ik denk dat de kracht van Berlijn bijvoorbeeld is, en daar staat een foto op mijn netvlies, dat hij daar de ijdele mevrouw Hennis, minister van Defensie, zo gek heeft gekregen om in een militair uniform bij een tank te gaan poseren voor een foto in NRC Handelsblad. Dat vond ik verrekte knap. Ik bedoel, het is toch een beetje van een poppenkast. Je moet iemand fotograferen en hoe krijg je hem of haar nou zo gek dat ze iets doen wat ze normaal gesproken ook niet doen. In dit geval je aan te kleden als generaal of whatsoever, omdat ze zo graag eigenlijk ook militair wilde zijn en minister van Defensie is geworden en dat je die dan zo weet te fotograferen. Ja, die foto is voor mij altijd een prachtige herkenning geweest van een fotograaf die in staat is om zijn onderwerp te bespelen. Wat ik zelf wel echt een hele goede portretfotograaf vindt is Helmut Newton. Die heeft eenzelfde soort ongemakkelijkheid met de mens als ik van nature heb.
En die had op een gegeven moment, wist hij ook niet zo goed wat die mensen aan moet, had hij maar bedacht dat hij ze in een hoek van zijn atelier ging fotograferen. En daar konden ze in elk geval geen kant op. En dat is een briljante zet geweest. Want daarmee had hij zo'n eigen stijltje ontwikkeld voor een bepaalde rubriek in een tijdschrift, als ik het goed heb onthouden. Ik heb een aantal voorbeelden in mijn leven die ik altijd koester. Dat is Maria Austria, mijn leermeesteres. Zij heette oorspronkelijk Maria Oesterhager. Ze kwam uit Wenen. Een tweede waar ik natuurlijk door getriggerd werd was Aart Klein, de fotograaf, die zwart-wit fotograaf in Nederland. En de generatie Ed van der Elske en nou ja, ga zo maar door, Cas Oorthuis. Die met zijn kleine Leicaatje, eigenlijk als een fly on the wall, dus een vlieg aan de muur, zat met zijn kleine Leicaatje. Totdat hij opgemerkt werd door bijvoorbeeld een belangrijke staatsman die in de rookkamer dan zei, hé, hey, daar weer Salomon. En dan deed hij zo. Hè? En dat was natuurlijk fantastisch. Hè? De moment dat je dit soort dingen weet te vangen. Maar hij was een man die in zwart-wit werkte. En ja, ik ben dol op zwart-wit nog steeds. Ik mag het graag gebruiken. En ik dacht, dit soort fotografie is indrukwekkend. Dat wil ik later, als ik groot ben, ook. Nou, ik denk dat de rol van Vincent in de Nederlandse dagbladjournalistiek / dagblad portretfotografie, wat er een onderdeel van is, heel belangrijk is geweest. Hij zat in een tijd waarin de techniek goedkoper werd. Dat had als gevolg dat je niet meer een statieportret moest maken, omdat je maar 2 of 3 opnames kon maken, maar je kon doorfotograferen. Dus je kon veel meer die ruimte benutten. Dat deed Vincent ook heel goed door juist de net iets andere momenten te kiezen, de menselijke momenten. En daarmee het statieportretgevoel, het voetstuk, een beetje onder de politici vandaan te trekken, zonder ze daarmee voor lul te zetten. Dat deed hij niet. Er zat zeker altijd veel waardigheid in, maar maakte ze heel menselijk en dat vind ik heel mooi. Ja, een stempel zet op een generatie fotografen in Nederland. En dat geldt voor Marlijn, maar dat geldt ook voor Joris en het geldt voor Marieke. Ik ben altijd een beetje mijn eigen gang gegaan. Dat kon ook omdat ik werkte voor het medium en de krant die mij ook mijn eigen gang liet gaan. Als ik met een foto terugkwam, dan hoefde die niet per se bij het verhaal te passen. Ik was er wel bij geweest, maar soms die foto vertelt ook zijn eigen verhaal. En dat, als ik kom ik terug op de foto die Marlijn heeft gemaakt van Hennis, dan denk ik, ja, die blijft mij bij. Het verhaal geloof ik eigenlijk dan wel, als ik die foto zie en er een interview staat met de minister van Defensie, die van alles kan uitleggen en praatjes heeft, maar dan denk ik, die foto zegt al zoveel, die heeft het hele verhaal eigenlijk al verteld. En dat is natuurlijk ook wel de kracht van beeld. Dat je in sommige gevallen dat wordt wel eens verward, dat je een ondersteuning bent van het verhaal. Maar soms is het verhaal in het bijschrift eigenlijk alleen maar een ondersteuning van de foto om te zeggen, nou, datum, plaats en meer hoeven. En eigenlijk, omdat wij met elkaar wisten wie we toen als minister hadden, is het verhaal eigenlijk al verteld. En dan hoef ik niet te weten wat haar toekomstplannen zijn of wat ze fout gedaan heeft. Want dat kan ieder voor zich wel zelf invullen, denk ik dan.